Een hele goede morgen en leuk dat je weer kijkt. Het is nu 10 uur 's ochtends en ik ben op dit moment op Stadsjan Sloterdijk en ik ben er helemaal klaar voor. Waarvoor? Ik ga of een pak slaag uitdelen of ik ga een pak slaag ontvangen. Het hangt er een beetje vanaf wie in dit geval de sterkste is. Ik ga nog niet zeggen wat ik ga doen. Wel kan ik jullie vertellen dat ik strijd aanga met Luca. Luca is de zoon van Ryan, de vriend van Laura. Hij zit in For You, het is de mooi boy en hij zingt fantastisch. Hij is alleen 18 en hij is op de perfecte leeftijd om dit eigenlijk te gaan doen. En ik ben veel te laat. Maar dat maakt niet uit. Ik ga het alsnog doen. Ik denk dat ik het gewoon veel beter ga doen dan hij. Ik ga hem hier ontmoeten en ik neem jullie mee op ons avontuur. Okay guys, look who I found. It's the youngster. Gaat het? Maar heb jij wel door dat jij gewoon finaal ingemaakt gaat worden? Door jou. Dat zou ik voor het eerst zijn. At least I try. Goed, we zijn nu op Sloterdijk en we nemen nu de trein naar Hoofddorp. En daar gaat het allemaal beginnen. Het wordt een reeks, dus we gaan een avontuur starten. Het is niet in één keer, maar we nemen jullie mee en we gaan jullie zometeen vertellen wat we gaan doen. Het heeft hier dus mee te maken. Het is altijd dezelfde stress, altijd dezelfde geren. Nou moet je weer opschieten omdat je anders weer de bus mist. Ik word hier dus af en toe niet goed van. Maar goed, we gaan onszelf helpen. Alleen nu nog, the fuck waar naartoe? Ja, dit is de goeie. En dan zit je weer in de bus. Het enige voordeel van in de bus zitten is dat je zelf niks hoeft te doen en je wordt verplaatst. Dat is serieus een voordeel. De rest van de dingen hoef ik niet toch te noemen, want dat weten jullie zelf ook wel. Hinderlijk! Nou, daar loop je dan met je goede gedrag. Het stormt, het hagelt en het regent. En dat alles omdat wij geen... Dus, wij zijn nu onderweg. We moeten eerst nog even een kwartiertje lopen. 12 minuten aanstellen. Hoezo aanstellen? Alsof jij niet net bang was, want je haar ging nu naar de k***, want het regent. Nee, maar ik heb een krullen, dus dan kan niet op de Maar goed, dus we gaan maar even lopen. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar onze nieuwe serie. Wij gaan ons rijbewijs halen, we hebben er een challenge voor gemaakt. Kijk, hij is al 30, hè? Hij heeft een optie. Ik ben nog jong, ik leer nog snel en zo. True, maar ik ben gewoon degene met ervaring en hij weet nog helemaal niks. Maar is jij niet? Oké, we gaan battelen jongens. Ik heb mijn theorie al gehaald, hij krijgt er nog les in. Ik ben nog start van de bottom. Ik ga beginnen met simulatielessen. En ik ga starten met mijn theorie. Ik heb lekker win. Sowieso ik. Gaan het zien. Oké, rechts is gas. Middelste rem. Middelste rem, links koppeling. Heel goed. Check. Nou, succes okay. Fred, voor jou. Ik ben heel blij dat ik dit eerst ga doen, jongens. Want dat echte werk, dat heb ik echt heel lang niet gedaan. Jongens, ik ben al sowieso een stap voor Luca. Dus ik ga alvast beginnen met mijn simulatielessen. Ik heb 3 bekeuringen al binnen, jongens. Oh, sorry. Om te hard te rijden. Kijk, 3 keer. 3 keer te hard gereden. Ik heb... Te veel ingestuurd. Oké. Okay. 2 keer. Zo, ik heb echt nu al een boete, jongens. Geweldig. Kijk, bij het wegrijden heb je een 10. Bij het doorschakelen heb je ook een 10. En bij het terugschakelen ook een 10. Alsjeblieft. Kan niet beter. Werelds. Nou, hier. Zie je, jongens? Ik heb gewoon een geboren talent. Lucky. Voor schakelen. Ik moet lachen. Oké, Joke, dankjewel. De eerste dag zit erop. Alles hoe zijn overleefd. We? Nou ja, dat komt later. Is het... Oké, we gaan weer die kant op, jongens. Ik ben weer thuis. Het was echt een hele toffe ochtend. En ik zal je heel eerlijk zeggen, het werkt bijna een soort van verslavend. Ik wil eigenlijk gewoon doorgaan. Ik wil nu les 2, les 3. Ik wil gewoon gelijk de weg op. Maar die simulatiedingen waren echt te gek. En het voelt heel veilig. Want als je dan een fout maakt, je glibbert gewoon van de weg. Dat terzijde, 17 juni voor de mensenomgeving Hoofddorp. Om 1 uur is er gewoon een open dag bij vdrverkeersopleidingen.nl. Daar kun je ook een kwartier gratis gebruik maken van de simulatielessen. Er wordt uitleg gegeven. Het is niet alleen voor autorijden, ook voor motor, voor scooter, voor aanhanger, voor vrachtwagen, voor alles erop en eraan. Dus mocht je nog je rijbewijs willen halen, vdrverkeersopleidingen.nl. Lau? Hey.
Ik word straks gewoon een betere coureur dan jij, hè? Dat heb jij wel in de gaten, schat. Ik ben zo trots. Je eerste rijles. Hoe was het in zo'n ding te zitten? Fantastisch. Is dat, ik kan me er niks bij voorstellen. Nee, ik namelijk ook niet. Maar ik ga het je zo allemaal uitleggen. Oké, leuk. Wat ik wel echt wil, is dat wij, jullie, alle kijkers met z'n allen, gewoon gaan duimen, gaan fingers crossen. Want Fred moet gewoon in één keer zijn rijbewijs halen. Ik moet natuurlijk gewoon Luca verslaan in deze. Dat je moet Luca verslaan, want wij zijn team Fredje. En Ryan is natuurlijk team Luca. Zij moeten nog even een plan verzinnen hoe ik nog beter kan worden. Je gaat sowieso winnen, want je bent met de beste coureur van Nederland als maatje. Deze is echt keihard wat dat betreft. Dus kom goed. Duimpjes omhoog als je het leuk vond. Abonneren. Duimpjes omhoog als je wilt dat ik win. Abonneren. Scroll ook even door naar Luca. Abonneren. En naar deze. Hey. En ik zie je in de volgende video. Doei. Doei.